cross language. My fucking sticker till you filled up lips. And mijn homies be shooting you if you keep talk shit. Shout out naar iedereen die het t-shirt heeft gekocht. Jullie moesten maar één ding doen, ja? Dit lezen. Dit één keer lezen. Vergeet je fucking huisnummer niet. Weten jullie wat mensen vergeten zijn? Kunnen jullie raden wat mensen vergeten zijn? De mensen die een t-shirt nog niet hebben, is omdat ik echt fucking veel werk moest steken en die mensen die het vergeten zijn. Jullie beseffen niet hoe lang dat duurt als die geen e-mailadres en geen telefoonnummer bij hun bestelling hebben gezet. Hoe de fuck moet ik dan die persoon contacten? Zelf ook niet. De meeste mensen die het vergeten zijn, hebben gelukkig zelf een mail gestuurd met een huisnummer in, maar er zijn er nog altijd heel veel die niet doorhebben en niet weten dat ze hun huisnummer zijn vergeten. Maar oké, is all good. Het is wel zo normaal, iedereen zijn t-shirt moet hebben. Ik heb een liedje die ik heel veel luister, terwijl ik pakketjes aan maken ben. Een van mijn favoriete nummers van het moment. Blijf van mijn kankerknie! Blijf van mijn knie! Zien jullie die blik in zijn ogen? Deze blik dat ik ook zo geef als iemand aan mijn knie komt en ik wil dat niet. Hey, weten jullie wie hier de top comment heeft op deze video? Dat is me! Dat is me! Woef! Ik heb er geen video over gemaakt omdat ik dacht van het is toch elke keer hetzelfde. Iedereen die weer had gooit, warm gewoon elke keer weer. Ik bedoel, we weten al ondertussen al dat het enige is wat je wilt. Oké, voor één keer ga ik het niet doen. Ik doe het toch. 2 weken te laat, shit. Het is omdat ik niet ga haten op hem vandaag. Het is geen this video. Het is een try not to laugh. Dit liedje. Jullie denken allemaal dat Armo dom is. Of dat hij geen brein heeft of zo. Deze guy. Dit is misschien wel een van de gekste moves die iemand ooit gemaakt heeft. Oh shit, Armo heeft de FT met 6ix9ine. Niet eens. Armo heeft geen FT met 6ix9ine. Zien jullie hier ergens FT staan? 6ix9ine heeft dat liedje. Waar Armo ook op staat. 1000 fucking keer gekker. Zie jullie hier ergens FT Armo staan? Dat heeft een paar hele gekke vragen bij mij opgebracht. En ook bij allemaal andere YouTubers waar ik bij was vorige week. It's time to crack the code. Het liedje is by the way mijn wekker geworden. Zo. Mijn mening is duidelijk. Ik vond het een nice liedje totdat Armo zijn stuk begon. Omdat ik de eerste 3 keren niet door had of hij Nederlands of Engels aan het praten was. Ik weet het nog altijd niet. Ik weet nog altijd niet of hij Nederlands of Engels aan het praten is, maar doe er even niet toe. Daar kom ik straks op terug. Het ding is, iedereen is bezig over, yo, hoeveel heeft Armo betaald? Hoe heeft hij ooit 150.000 euro kunnen vinden om dat te doen? De eerste YouTuber die dit ooit heeft gedaan, zo heeft hij gefixt van een hele grote rapper, was Jake Paul. Die had Gucci Mane gefixt. Feat Gucci Mane, dit is een liedje van Jake Paul. Gucci had hier niks mee te maken. Het stond niet op zijn Spotify. Je kon dit liedje nergens vinden. Jake had gewoon echt $250.000 gedokt voor die FT. Shit. Duidelijk dat hij dit gewoon deed voor die 250k. Gewoon niks meer mee te maken hebben. Zo even 10 minuten gekomen om die clip op te nemen. En dan gewoon, I'm out. Ik heb 3 theorieën. Armo heeft hier geen hol voor betaald. Hij heeft gewoon het clipje betaald en zo. En heeft misschien alles betaald van die wijf en zo. En alles er rond. Maar Armo heeft hier geen fok voor betaald. Hij zit, dat kan niet! Het kan niet! 2 is dat hij. Ja, 200, 150k heeft betaald of zo. Ik heb geen derde, ik heb maar 2. Denk. Fok dat hij er iets voor heeft betaald. Ik sta erachter en er geen hol voor heeft betaald. Dus ik snij wel gewoon zoveel mogelijk attentie. En snap je, Armo heeft gewoon wel cijfers. Snap je, op zijn andere liedjes heeft gewoon wel plays. Hey, hoe erg het ook is om te zeggen, hij heeft gewoon plays. Doe, deze beat is ook gemaakt door Monsif. Hey, kennen jullie die guy? Je zoekt het nu zelf maar uit. Oh, nee. Dat is wel een oké beat, snap je? Als je die laat horen als 6ix9ine shit. Als je dat je cijfers toont, als je dan toont waar hij komt. Dan wil 6ix9ine eigenlijk ook gewoon van, yo, ik wil meer recognition in die area van de wereld. En toen kwam Armo met genialste idee ooit. Hij heeft de term cross language uitgevonden. En dus tot de conclusie gekomen dat Armo geen Nederlands praat. Dat Armo geen Engels praat. Het is iets tussenin. Of je kan het helemaal Nederlands horen en dan... Dan klinkt het zo. Ik heb hier veel aan gewerkt, ja. Ik heb lang hier aan zitten werken om dit te kunnen translaten, maar... Ik denk dat jullie allemaal het mooie Nederlandse accentje wel horen in deze video. Als je beter luistert naar wat hij zegt, hij is gewoon Nederlands aan het praten. Er zit gewoon een geheime Nederlandse message in wat hij aan het zeggen is. Het is niet eens een grap. Het is... She! Nobody can touch my clit. Nobody can touch my clit. I tell all these rappers suck my dick. After all these rappers suck my dick. Tot daar was het redelijk oké. Okay. Nu komt de gekke cross language. Ik weet niet of jullie hier ooit van gehoord hebben op school of zo, maar dit is... Dus gewoon zorgen dat de Engelse mensen je verstaan en dat de Nederlandse mensen je verstaan. Mijn pak is dikker dan je filled up lips.
Mijn pak is dikker dan je filled up lips. Mijn pak is dikker dan je filled up lips. Cross language. Mijn pak is dikker dan je filled up lips. En mijn homies be shooting you if you keep talk shit. Mijn homies be shooting you if you keep talk shit. Het stop, nee. Hij blijft gaan. Dit is knowledge, snap je? Ik heb in ieder geval niks die comment onder deze video gezet dat hij raar Nederlands aan het rap was. Toen ik deze voor de eerste keer hoorde, ik had al door, er zit hier iets in. Het kan niet zijn dat je zo slecht Engels hebt praten bij 6ix9ine. Dit is verder gedacht. Ik toon jullie no respect. Ik toon jullie no respect. Dus fill my pockets with stacks. Dus fill my pockets with stacks. Dit is mijn glow up, homie. Dit is mijn glow up, homie. Cross language. Dan nu even terug te komen op die FT-ding. Dit staat op Worldstar Hip Hop. In een beschrijving staat er: we plan on continuing to work with only the best. So keep an eye out for all the exciting new projects. Denk niet dat je als random guy zomaar een liedje hierop kan krijgen. Lijkt meer alsof 6ix9ine een fucking liedje heeft gemaakt waarop Armo FT staat. En je kan geen FT van jezelf inkopen op iemand anders een liedje. Als je zo samenwerkt met een hele grote artiest, dat je over die titel van een liedje en over die FT zo, dat daar echt wel duidelijke contracten over zijn. Is er helemaal niet. Armo staat niet FT bij 6ix9ine. 6ix9ine staat niet FT bij Armo. Ze hebben gewoon samen een liedje gemaakt. Dat is nog 1000 fucking keer gekker. Dus ik pas mijn mening aan. Of Armo heeft niks betaald en heeft gewoon deze guy echt naar binnen geluld in een liedje maken. Of Armo heeft echt meer dan 150.000 betaald en echt een 500.000. In beide gevallen, dit is kankerdom! Shit! Zo moet ik ook eens kijken om een liedje te maken met 6ix9ine ofzo. Of Genius staat er ook. Robin Basak Arayan. Dit is voor de mensen die niet weten zijn volledige naam. Robin Basak. Also known as Armo is a German rapper and former YouTuber. He is of Armenian origin. Armo started his YouTube career by making fake pranks on his channel called Armo Was Right. The throwbacks! He got a lot of hate on different platforms such as YouTube, Instagram and Facebook because of hate. At the beginning he started making songs in the German language. In Germany, de rap. Zelf op Genius. Misschien is dit nu al aangepast of zo, maar vandaag op Genius is zijn bio zelf dat hij uit Duitsland komt. We did it, boys. Germany. Schweinhund. Armo 6ix9ine, Bozo, FT Ace. Ik heb hier niks voor betaald, want ik ben gewoon echt een gangster. Nobody can touch my clit. I tell all these rappers suck my dick. Mijn pak is dikker dan je filled up lips. And my homies be shooting you if you keep talk shit. En ik toon jullie no respect. Dus fill my pockets with stacks. Dit is mijn glow up, homie. Dit is mijn glow up, homie. We put in a whole block out. Fucking run it, bro, the whole stock out. Real. Ik heb heel dit clipje geanalyseerd. Duizend keer opnieuw. Klik, klik, run up a nigga shit. Klik, klik. Ik kan alleen maar respect hebben aan Armo dat hij dit heeft gedaan, hoor. He's actually pretty crazy. Er is gewoon een guy van Nederland die een liedje heeft gemaakt met 6ix9ine. Jake Paul heeft Gucci Mane echt gewoon opgekocht om FT op dat liedje te springen. Maar het is alsof de 6ix9ine dit ook gewoon een vet liedje vond. Eigenlijk qua type mensen zijn ze alle twee een beetje hetzelfde, hoor. Armo is ook gewoon fucking goed in aandacht trekken van iedereen. Hij heeft een liedje gemaakt met 6ix9ine. Iedereen zag van, heeft de FT? Nee, heeft geen FT. Hij heeft een liedje gemaakt met 6ix9ine. Het is ook niet dat er maar één shot is in de clip waar ze samen zijn. Dus op je meestal komt die artiest gewoon naar die FT waarvoor hij al dat geld heeft gekregen. Neem ze even 15 minuten op en dan is die guy weg met die 250k. Ze zijn echt gewoon veel samen. Ook al doe Armo al de rare cringy shit en zo. Niet dat ik fuck met 6ix9ine of zo, maar. En omdat ik nog steeds de top comment heb met 16.000 likes, dat is meer dan dat ik op video's haal. I wanna thank all the fans. Ik ben nog één bericht voor jullie. Blijf van mijn fucking knie! Je ziet ook bijna Armo's lul en shit. Hij valt bijna door die broek. I want to see you, man. Demonetized! Er is zelf een lijn die over Armo gaat. Armo got the shawty to your body. Armo got the shawty to your body. Raakt 6ix9ine Armo hier aan? Oh! Oh! Vanaf dat hij die touch heeft gevoeld, draait zijn hoofd direct van. Oh shit! Armo got the shawty to your body. Nobody can touch my clit. Mijn pak is dikker dan je filled up lips. And my homies be shooting you if you keep talk shit. En ik toon jullie no respect, dus fill my pockets with stacks. Dit is mijn glow up, homie. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? 16.000! Ik ga proberen meer te uploaden deze week. Ik moet wel nog veel pakketjes maken, maar hey. Shoutout 6ix9ine! Shoutout naar al deze lekkere kontjes! Woehoe! Tot de volgende keer. Mijn naam is Ace. Comment iets onder deze video en de leukste comment krijgt gewoon een t-shirt. Die krijgt een t-shirt en ik pin die comment al vast en dan weet je dat je gewoon hebt. Dus hey. Tot de volgende keer. Bye! Hallo! 34! Bye, bye!
shots. Listen to you, you're back.